de toelichting. NOS-correspondent Tim de Wit. De nieuwsgieren. Hoeveel moeten wij ons aantrekken van klimaatskeptici? Hebben ze een punt of zijn het vooral roeptoeters die twijfel zaaien? Met die insteek zijn de nieuwsgieren uitgevlogen deze week. Martijn Gimius is een van de nieuwsgieren. Martijn, je hoorde een paar weken geleden Marianne Zwageman, opiniemaakster. Ja. En raakte in verwarring, zo gezegd. Nou ja, toch ook wel een beetje geïrriteerd, hoor. Ik dacht, ook al, wat roept die Zwageman nou allemaal over het klimaat? En misschien moeten we die uitspraken gewoon eens voorleggen aan deskundigen. En dan voor eens en altijd de discussie sluiten. Of in ieder geval helderheid hebben over of ze nou onzin uitkraamt. Of misschien toch wel een punt heeft. Om die punten op te nemen, stapte ik bij haar in de auto. Haar zescilinder Land Rover. Is dit ook bedoeld om te provoceren of gewoon om lekker te rijden? Nee, dit is bedoeld om lekker te rijden. Ik hou van auto's en ik hou van grote auto's, ik hou van sterke auto's. Maar ik parkeer hem wel heel vaak uit protest. Ook als ik op het Mediapark ben bijvoorbeeld, parkeer ik hem heel vaak uit protest op zo'n laadpalenplek. Omdat wij 6 miljard euro hebben verspild aan de vergroening van het wagenpark. Wat niks heeft opgeleverd. Kijk, er is een politieke waarheid gecreëerd rondom het klimaat. Namelijk, de aarde warmt op, dat ligt aan de mens, dat komt door CO2. CO2 moet teruggebracht worden. En er is een gevoel gecreëerd dat het 5 voor 12 is. Dat het 2 voor 12 is. Er is paniek. Er is massahysterie. En ik zie dat er daar ongelooflijk veel geld wordt verspeeld. En dat er zoveel subsidie in wordt gestoken. In Nederland de komende jaren waarschijnlijk een bedrag van 100 miljard euro. Dat is 20 keer de aanleg van de Deltawerken. Er wordt heel veel geld verspeeld. Ja, en ik zit naast Bart Strengers, wetenschappelijk klimaatonderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. U loopt al een tijdje mee in het klimaatdebat. En de stoom kwam er nog net niet uit de oren. Maar wat dacht u nou toen u dit hoorde? Nou, dat het in ieder geval ook niet helpt om op zo'n plek te gaan staan, hè? Bij zo'n laadpaal. Maar ik bedoel, het is wel zo dat er natuurlijk veel subsidiegeld is gegaan naar elektrische auto's. En dat het ook goed is om daar discussie over te voeren. Om vervolgens te zeggen dat komt door massahysterie, dat zie ik helemaal niet. Als je kijkt naar enquêtes die worden gehouden bijvoorbeeld, dan blijkt steeds weer dat mensen eigenlijk iets hebben van, nou, het valt wel mee en er is niet zoveel aan de hand. En dat er een kleine groep is die misschien zich echt zorgen maakt. Ja. Nou, daar hebben we veel reacties gehad, ook na de aanleiding van de uitzending van gisteren. Die zeggen, ja, die Zwageman, die moeten we helemaal niet aan het woord laten. Dat is een roeptoeter, laat lekker gaan, geen deskundige. Nou, ik denk dat ze wel een gevoel vertegenwoordigt. Dus dat mag best gehoord worden. Ik vraag me soms ook af, is het verstandig om het op die manier te doen? Ik denk namelijk dat het heel belangrijk is om een goede discussie te voeren over klimaatbeleid. En wat je wel doet en wat je niet doet. En dat je ook kunt zeggen van, nou, misschien dat het subsidiëren van die auto's een beetje te ruimhartig is geweest. Dat wil ik gewoon toegeven. Waar gaat het vaak mis met in het debat? Want u heeft het vaak al gevoerd, het debat met klimaatskeptici. Waar gaat het vaak mis? Nou, onder andere, wat heeft Jean-Paul van Soest gisteren ook al aangekaart, is het vermengen van de discussie over klimaatbeleid en wetenschap. In de wetenschap is het zo dat er iedere 5 jaar door het IPCC worden alle studies over klimaat bij elkaar gezet en gekeken van, hey, wat volgt eruit? Daar volgt uit dat het klimaat aan het veranderen is, dat dat zeer waarschijnlijk komt door de mens. En vervolgens moet je je afvragen van, ja, en wat betekent dat voor de toekomst? En daar is onzekerheid. En we weten dat het klimaat verder zal veranderen, maar de mate waarin nogmaals, die is onzeker. Ja, en daar springen ze op in, hè? Maar dan zeggen ze van, ja, jullie weten het ook niet zeker. Dus dan kun je ook niet de richting precies bepalen. Punt is dat de wetenschap laat zien van die gevoeligheid van het klimaat, daar zit een grote range in, maar dat is bepaald niet geruststellend. Want dat betekent dus dat die alarmisten, als die dan genoemd worden, die dus zeggen van, ja, maar het kan dus catastrofaal aflopen, die hebben in feite gelijk, want die mogelijkheid is inderdaad, die kans bestaat. Er is een risico dat dat gebeurt. Sceptici, zeker iemand als Marcel Krok, doet dat heel kundig. Hoorden we gisteren, klimaatwetenschapper. Marcel Krok ken ik ook heel goed. Ik heb zelfs met hem samengewerkt. Onderzoeker, ik zei wetenschapper. Hij is een journalist. Hij is een wetenschapsjournalist. Die wel verstand van zaken heeft, veel gelezen heeft. Ik heb ook veel met hem gediscussieerd, uren vaak. En hij focust dus heel erg op die studies die laten zien dat het klimaat niet zo gevoelig is voor CO2. Maar hij negeert dan de rest of doet hij af als onzin. Terwijl dat gewoon niet terecht is. Ja, het is een beetje cherrypicking wat ze doen.
Dat is cherrypicking, ja, absoluut. We hoorden net, Zwageman, hè, over die subsidie die naar auto's gaat. Schonere auto's, elektrische auto's, er gaan miljarden heen. Ja. Collega nieuwsgierer Roy Heerkens is altijd wel in voor het ontvangen van wat subsidie. En die heeft zijn oog laten vallen op een Tesla. Ik loop er eventjes omheen. Hoe noem je die deuren eigenlijk? Vincent Everts, trendwatcher, elektrisch rijden guru. Nou, ik ben in ieder geval een hele enthousiasteling op het gebied van elektrisch rijden. Ja, die Model X is eigenlijk net zoals die Tesla Model S. Dat hebben mensen wel eens gezien. Alleen die heeft van die Falcon Doors, dat zijn van die vleugeldeuren. Die gaan zo omhoog. Nou, we gaan eventjes een stukje rijden. We gaan eventjes zitten. Jij gaat even een stukje niet rijden, want jij gaat erachter zitten. En dat ding gaat zelf rijden voor jou. Want dat is het leukste aan deze auto. Oké, nou dan gaan we dat doen. Gordel aan moet nog wel, hè? Ja. Wanneer heb je jouw eerste Model S gekocht? Mijn eerste Model S heb ik in 2013 gekocht. 2013, dat is 4 jaar geleden. Ja. Wat was de aanschafwaarde? Een ton. En je bent ZZP'er? Ja. Dus dat betekent, die kon je behoorlijk... Ja, afschrijven. Ik kon eigenlijk gewoon... Die Tesla Model S van een ton was goedkoper voor mij als ZZP'er. Ja. Omdat die 50% belasting betaalt, zeg maar. Goedkoper dan een auto van 50.000 euro. Oké, ja. Oh, kun je even deze knop 2 keer naar je toe halen? En uw handen van het stuur weglaten. Oké, nou. Nu kunnen we gewoon gezellig hier... Kun je de microfoon weer zelf pakken? Oké. Het voelt wel een beetje gek, hoor. Ja. Het voelt wel een beetje gek even in het begin. Nu gaat hij door de bocht heen. Ja. Heb je vertrouwen? Ja, ik zie dat toch een beetje. Ja. Kijk toch een beetje. Geen wegenbelasting hoef je te betalen. Geen BPM. Dus normaal moet je ook nog 10 of 20% bovenop betalen. Dat doen we ook niet. En het belangrijkste is, als jij een auto zakelijk rijdt, dan moet je nog een percentage daarvan optellen boven je inkomen. De bijtelling. En dat is al met zo'n auto als dit al gauw 20 of 25%. En dat is hier 4% als je volledig elektrisch rijdt. De populariteit, hè, die zal toenemen van die... Van die elektrische auto's ook omdat ze goedkoper worden, komen goedkoper modellen. Daar zitten dus belastingvoordelen zitten daar nog aan. Staatssecretaris Wiebes zegt van, nou ja, dat gaat Nederland wellicht te veel belastinggeld kosten. En op het moment dat gebeurt, zegt hij, dan trekken we aan de noodrem en dan stoppen we de subsidiëring. Ja. Quibus? Ik vond het een ontzettende Quibus. Die echt, hoe Wiebes praat over dat elektrificering, hij heeft er zo weinig enthousiasme voor. Van alles wat we doen, meer dan 10% geven we uit aan autootjes. En dan gaat hij gewoon op een hele korte termijn denken van, ja, ik heb een paar belastingcenten die ik daarop ga mixen. Dus ik heb er geen goed woord voor over op meneer Quibus. Ja. Geef eens gas. Ja. Je hebt nu een enorme smile. Je hebt een elektrische smile nu op je gezicht. Maar ook als je de beelden erbij ziet via radio1.nl, Martijn, ik weet niet of je ook wat mee te kijken, maar geen handjes aan het stuur, dat hoeft dus niet meer. Auto is dat. Ja. Overigens, we krijgen ook tegelijkertijd opmerking tijdens deze uitzending dat het zo jammer is als het milieu zo wordt gehyped, dat er nooit wordt gesproken over hoe slecht de batterijen van elektrische auto's zijn voor het milieu, dat ze Boliviaanse bossen moeten kappen om aan lithium te komen. Ja, precies. Ja, nou, het zijn de keuzes die je maakt uiteindelijk. Hè? En hoeveel subsidie geef je daaraan? Daar hadden we het net ook over met die auto's. Bart Stringers, wetenschappelijk klimaatonderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Jullie hebben becijferd dat de energietransitie 1,6 tot 5,5 miljard euro per jaar gaat kosten. Zou kunnen gaan kosten, afhankelijk van hoeveel CO2-reductie je nastreeft. Zijn die batterijen daar trouwens ook bij in meegenomen van de elektrische auto's? Want die moet je dan ook weer erin verwerken. Ja, die zijn zeker meegenomen. Ik denk dat het heel belangrijk is om te realiseren dat als wij het prijsakkoord serieus nemen, als Europa, als Nederland, dat we dan dus in 2050 ongeveer CO2-neutraal moeten zijn. Dus op het min 95% pad moeten zitten. En alle scenario's die wij doorrekenen van die energietransitie, want daar werken wij natuurlijk veel aan, blijkt dat dan de elektrificatie van het personenvervoer een hele belangrijke is. Eigenlijk kom je er niet onderuit dat geëlektrificeerd moet worden. Ja, maar moet je dan daar zoveel subsidie aan geven? Dat is de volgende vraag natuurlijk. Nou ja, in ieder geval is er beleid nodig om te zorgen dat je die transitie doormaakt. Want dat gaat niet vanzelf. Het gaat gewoon niet vanzelf. Want er is geen CO2 heeft geen prijs in onze economie. En dit is gewoon, dat zou eigenlijk wel een prijs moeten hebben, maar dat is niet zo. Dus je moet beleid voeren. Vervolgens is dat gebeurd, bijvoorbeeld met die auto's. Daar is miljarden heen gegaan. En daarvan kun je zeggen van ja, was dat nou de meest slimme manier? Maar het is geen weggegooid geld. Want voor die transitie, zoals ik net zei, hebben we elektrische auto's nodig. Dus er is wel een enorme stimulans geweest van die hele elektrische auto-industrie. En daar heeft Nederland echt een belangrijke bijdrage geleverd. En je kan natuurlijk afvragen van ja, moet Nederland dat dan stimuleren?
allemaal goede discussies. Laten we die vooral voeren. Hoe gaan wij als Nederland dat klimaatbeleid voeren? Hoe zorgen we ervoor dat we op die min 95% komen als we daarvoor kiezen? Als we zeggen van ja, we gaan voor die 2 graden scenario. Hè, de aarde moet niet te veel opwarmen. En we nemen onze verantwoordelijkheid zoals we in Parijs hebben afgesproken. Dan moet je erover nadenken hoe je dat doet. En daar hebben elektrische auto's een rol in. En dat wil je op een zo rechtvaardig mogelijke manier doen. Op zo goed mogelijke manier doen. En er is niet één weg naar Rome. Het is een verschrikkelijk complex vraagstuk waar heel veel experts over nadenken hoe we dat gaan doen. Niet alleen met auto's, maar ook met de gebouwde omgeving. Dus hoe gaan we onze huizen verwarmen als dat geen aardgas meer is? Wat doen we met de CO2 die nog wel vrijkomt? Gaan we dat opslaan onder de grond? Hoe doen we het met biomassa? Is dat wel duurzaam? Hoe voorkomen we dat voor die lithiumbatterijen? Bossen worden gekapt? Dat is wat je wil. En dat verdient dus meer dan 1 minuut in een Land Rover? Ja, precies. Bedankt. Dat was hem dan. Martijn Grimius, ja. Vanuit de Land Rover. Nee hoor, die horen we morgen weer, hè? Neem ik aan. Ja. Vaste prik. Ja, elke zeker. Dag wordt Marjans wordt hier al via de Radio 1-app de Wilders van het Milieu genoemd. Dan horen we haar morgen in ieder geval weer. Tot morgen. Rick van Altena is ondertussen hier in de studio binnengekomen om de Nationale Nieuwsquiz te spelen. Rick, welkom. Dank je. Goedemorgen. Je hebt al een keer eerder meegedaan, maar dan bepaalde je goed van de uitslag, hè? Dus